Arie van der Ham, van harte gefeliciteerd. Als je één iemand het gunde om zo afscheid te nemen, dan ben jij het. Oh, nou dankjewel. Dat is aardig van je. Ja, want jullie winnen hier bij de kampioen. Nou, dan laat ik maar gelijk vervelend beginnen. Als je jullie vandaag weer ziet voetballen, oké, de spanning is eraf. Dan heb je zoiets van, waarom kan het niet heel het jaar? Ja, dat heb ik ook al gezegd. Weet je, dus of er nou wel of geen spanning op zit. We hebben thuis ook tegen Sparta ook een hele goede partij neergezet. En nou goed, de wedstrijd verloren wel met 1-0. Maar dat is dus ook het probleem van deze groep. De ene keer wel, de andere keer niet. En vaak meer niet dan wel. En als je het wel op kan brengen om maximaal te geven en de passie hebt en de absolute wil hebt om te winnen, ja, dan speel je dit soort wedstrijden en dan speel je ook mee in de subtop. En dan doe je automatisch mee met na-competitie. Ik moet wel zeggen dat door de ontwikkeling van Yanga. Er was iemand van tevoren had hij gezegd dat hij 21 goals zou maken. Nou, dat is waarschijnlijk voor gek verklaard, maar die jongen die heeft een prachtige ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. En dat was ook de enige die scoorde. Veel wedstrijden gespeeld, met heel veel kansen gecreëerd en dat je dan toch die wedstrijd niet naar je toe trok. Maar ja, deze wedstrijd is leuk, maar het poetst niet het seizoen weg die we gehad hebben. Nee, want vorige week bij mijn collega Dennis van Eersel heb je het ook al aangegeven. Je was des duivels toch over het jaar. Je had het ook over de ziel uit de club. Sta je nog steeds achter die woorden? Nou, is ook zo. Kijk, ik heb... Weet je, als je kijkt door de jaren heen wat Dordrecht voor een club is geweest. En met onder Ad Heijsman en Marco Bogus. Ook dat was een tweeënheid. Ik was met Marco zelf ook een tweeënheid. Die altijd, maar dan ook altijd, goede spelers haalde. Terwijl je geen budget hebt. Er zijn zoveel spelers vanuit Dordrecht verkocht naar andere clubs. Er zijn zoveel spelers doorgegroeid naar clubs uit de eredivisie of zelfs subtop eerste divisie. Maar budgetair gezien wordt het steeds minder. En dus het wordt ook steeds moeilijker voor Marco om daadwerkelijk goede spelers te halen. En daar zal hij volgend jaar ook weer tegenaan lopen. Maar de warmte is weg. Ja, ik heb al vaker gezegd, als ik vroeger bij de club kwam, dan kwam ik bij Ad Heijsman en werd een kop koffie gedronken. En het was warm. Nu stap ik mijn auto in, ik loop naar het kantoor, we gaan de training doornemen en we gaan het veld op. Dus eigenlijk wel een hele andere situatie. Ben je blij dat het erop zit? De competitie zit er nu op. De laatste weken ik ben er niet altijd bij geweest, maar ik kan me toch voorstellen dat je met wat minder plezier naar je werk ging. Ben je blij dat het erop zit? Nou, je zegt het goed. Alleen ik vind het niet werk. Voetbal is mijn passie. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nog nooit gewerkt heb. Maar er zijn toch wel te veel dingen gebeurd wat dit niet weg kan poetsen. Het is gewoon een heel moeilijk jaar geweest met alles erop en eraan. Dingen die in de organisatie van de club veranderd zijn. Er zijn nieuwe mensen gekomen. Ik hou mijn hart vast. Het enige wat Marcus straks kan doen is een podium bieden. Maar financieel natuurlijk niks kan geven en niks kan bijdragen om dan ook weer een goede selectie binnenboord te halen. Maar ja, nogmaals, moeilijk jaar geweest. Ik heb dat niet kunnen managen. Dat is ook zo simpel als dat. Maar goed, als je spelers beter wil maken, dan heb je wel twee mensen nodig. Hè? Niet alleen de trainer, maar ook de speler. Die moeten open voor staan en die moeten daarmee aan de gang. Er zijn er te weinig geweest. Goed voorbeeld vind ik Yanga, nogmaals. Maar dat merk je ook terug. Die ontwikkelt en gewoon een super seizoen. 21 goals, prima. Heb je wel spijt gehad van je keuze om toch terug te keren, daar waar je zoveel succes had? Nou, nee. Ik heb dit met volle overtuiging gedaan. Dat ik het voor Marco gedaan heb. Het is wel een vriendje van me, maar ik had echt de intentie om met deze groep in de subtop te eindigen en voor de na-competitie te gaan. Is niet gelukt, maar ik heb, weet je, het is zo makkelijk om te zeggen van ik heb er spijt van. Dat heb ik niet, maar het was wel een moeilijk jaar. Je bent een voetbaldier. Ik kan me niet voorstellen dat je stopt. Wat ga je volgend jaar doen? Nou ja, er zijn wat dingetjes. Er heeft wel een club zich gemeld. Daar heb ik negatief op gereageerd. Ik ben dat nog aan het bekijken. Ik heb ook wel het gevoel, heel erg sterk, het gevoel van ja, moet ik op zo'n manier afscheid nemen.
Het staat eigenlijk paradoxaal op hetgeen wat we 2 jaar geleden gepresteerd hebben. Hadden we ook de laatste wedstrijd tegen Sparta, weliswaar bij ons thuis, maar de belangen waren toen heel anders. En nu is het leuk omdat je tegen de kampioen speelt in een mooi stadion. Ik had liever voortijdig ons willen kwalificeren voor de na-competitie. Tot slot nog één dingetje, een vervelend moment. Althans, het is gelukkig niet meer vervelend, want ik zag hem hier net gewoon goed levend lopen. Maar het zag er even heel link uit wat er in de eerste helft gebeurde bij Gravenberg. Hij leek het bewustzijn kwijt. Ja, ik heb het niet gezien. Ik hoorde dat hij even weg was. Hij kreeg de achterhoofd van een van de spelers van Sparta. Ik weet ook niet precies waar hij geraakt is. Maar goed, hij wandelt weer, hij heeft geen hoofdpijn, hij heeft 2 paracetamol gehad en je zag hem net voorbij lopen. Dus het zal wel meevallen.